een zwembad. En dat zwembad, daar weet je iets van. 9 meter lang, 4 meter breed en 150 centimeter breed diep. Het eerste wat hier opvalt, denk ik, is dat sommige maten in meters zijn en er is één maat in centimeters. Je moet altijd zorgen dat je in exact dezelfde maat rekent. Dus of alles naar centimeters of alles naar meters. Nou, we gaan eerst even de inhoud rekenen. Het moet in kubieke meters. Je hebt er al 2 meters. Dan kun je eigenlijk het beste deze 150 centimeter ook even naar meters doen. Dus even niet 150 centimeter, maar maak ervan 1,5 meter. Dan is de inhoud lengte keer breedte keer hoogte. Lengte keer breedte keer hoogte. Dus, dat gaan we gewoon invullen. Nou, wat weten we? 9 keer 4 keer 1,5. En als je dat uitrekent, kom je uit op 54 kubieke meter. Dan even kijken, waar was het? Ja, klopt. Het moest inderdaad, waar was het in? Ja, het was een kubieke meters. Nu vragen ze, hoeveel liter is dat? Ik zou dat in één vraag hebben gevraagd op de toets. Bereken de inhoud van het zwembad in liters. Dus altijd even terugkijken. Nou, dit, zover waren we. Nou, je gaat naar kleiner, dus je doet keer. En van kubieke decimeters naar liter is precies evenveel. Als je dit lastig vindt, moet je even dit extra oefenen. En daar zijn bijvoorbeeld in de herhaling ook sommen van. Als je het echt het omrekenen zo lastig vindt. En gebruik de schema's die ik heb gegeven. Nou, gaan ze het zwembad vullen. En hoe werkt dat nu? Nou, ze gaan het zwembad vullen. En dan moet je zien, 25 liter water per minuut. Ofwel, in 1 minuut stroomt er 25 liter water uit de kraan. Dus in 1 minuut gaat er 25 liter in. In 2 minuten 2 keer 25 liter. In 3 minuten 3 keer 25 liter. Nou, dat zwembad, dat is 54.000 liter. Hebben we net uitgerekend. Nu wil ik dus weten, hoe vaak moet ik die 25 hierin stoppen om op 54.000 uit te komen. Nou, is het bijvoorbeeld 100 liter. Stel je voor, het zwembad is 100 liter. Ja, dat is geen zwembad, dat is meer een voetenbadje. Maar stel je voor, het zwembad is 100 liter. Dan past die 25 liter, die in 1 minuut stroomt, dus dit komt er in 1 minuut uit, past hier 4 keer in. Want 4 keer 25 is 100. Dus duurt dat 4 minuten. Nou, zo kun je ook gaan kijken, hoe lang duurt 1000 liter. En dan kun je naar 54.000. Maar eigenlijk kun je ook zeggen, ja, wat deed ik hier eigenlijk? Nou, je gaat kijken hoe vaak past die 25 ergens in. Past hij er 1 keer in, duurt het 1 minuut. Past hij er 2 keer in, duurt 2 minuten. Past hij er 10 keer in, duurt 10 minuten. Dus we moeten kijken hoe vaak past die 25 in die 54.000 liter. En als je gaat kijken hoe vaak past iets ergens in, dan ga je delen. Dus we delen hier door 25. En dan kom je uit op 2160. En dan denk je misschien, zo, dat is lang. Maar, ik weet niet of ik hier een maar achter heb geplakt, ik hoop het. Ja, hier zover waren we gekomen. Maar, er staat hoeveel uur duurt het. En dit zijn de minuten. Nou, van minuten, er zitten 60 minuten in een uur. Dus een uur is 60 keer zo klein, zou je kunnen zeggen. Dus we gaan nu kijken, hoe vaak past die 60 minuten in? Want zoveel minuten was het. En iedere 60 minuten is een uur. Dus past de 60 hier 2 keer in, dan is het 2 uur. Past 60 hier 3 keer in, is het 3 uur. Nou, hoe vaak past 60 in de 2160? 36 keer. Dus dat zijn 36 uren. En dan ben je er. Leuk som.